Yo mensen, ik ben Imrane en welkom terug bij UFC 3. We gaan zo meteen weer een gevecht starten, maar eerst hebben we hier drie tegenstanders waaruit we kunnen kiezen met wie we gaan vechten. En ik ben nog best wel slecht, dus ik ga natuurlijk voor degene die het slechtst is. Dus ik ga tegen deze. Mijn sterkte, mijn kracht is 72 en die van hem 69. Mijn grappling is 61 en die van hem 69, dus dat is ook hoger. De stamina is 70 en die van hem 66. En de health is 71. Zijn gezondheid is 68. Dus dat betekent dat we wel een kans hebben van winnen. Dus we gaan hem accepteren. En we gaan meteen door naar de training. De training die ga ik overslaan, want het duurt best wel lang. Dus dan zie ik jullie zo meteen terug bij de wedstrijd. Nou, we hebben zo net 4 weken getraind. Dit is week 4. Maar er staat hier dat ik exhausted, dus heel moe ben. Omdat ik te veel heb getraind. Dus ik ga gewoon op driehoekje drukken. Rechtsonder staat go to next week. Dus dan ga ik nu naar het gevecht. En dan gaan we er even een mooi gevecht van maken. Mijn fight hype is nog steeds low. Hopelijk kunnen we dat wat hoger maken. Nou, even kijken wat voor kleur broekje we gaan aantrekken. Ik doe maar gewoon blauw. En dan gaan we het gevecht in. Dana White goes looking for a fighter and fights Imrane the Smasher. Ja, klopt. Ik zit nu gewoon officieel in UFC. De vorige aflevering was nog een debuut. En dit is nu Hey echt everyone, I'm UFC. Megan O'Leary and this is your UFC Minute. The UFC returns this weekend with a fresh face who is destined to make headlines. When UFC president Dana White went looking for a fight, he was hoping that he would end up with a future UFC star. And those are the expectations after he signed a regional champion who has dominated the local welterweight circuit en route to his octagon debut this weekend. Dat zijn wij. That's it for today. Stay tuned for your next UFC Minute, and I'll see you at the fights. And coming up next, it's a UFC The welterweight division Smasher matchup. tegen Miller. Welterweight. Allemaal leuke lichtjes. Dat zijn wij. And the question beckons, will there be jitters? We hear a lot about those UFC nerves, and sometimes it leads to an adrenaline dump, and that can be the difference in a He win has or a three loss. fights in So, career, has only lost one fight in and career, deal has with the won two right fights fights in that career. they Ja, dat is knocked wel out, but logisch als ik no drie gevechten heb gehad en één heb verloren. skills, the demeanor, that's what got him to the big show. We'll see if he can perform now in the UFC. This guy is a great striker. Dat gaan we weer even overslaan. Dit gaan we ook overslaan. Nou, dit is wel belangrijk. We zijn allebei 24. Allebei even lang. Hij weegt iets meer dan ik. En ik heb een veel hogere reach. Dus dat gaat wel lukken. Kom maar op, jongen. Even de mouwtjes opstropen en dan gaan we hoor. Alright, so here we go with round one. After winning his fight on Dana White looking for a fight, he has arrived at the UFC debut. And when you have this type of hype and this type of pressure, sometimes fighters succumb to it. But when you talk to this young man, you don't get the Oh, sense nee. that he will. Supremely confident and really feels like this Trap UFC naar het hoofd, trap naar het debut. hoofd. A few years ago, he has let him go with hope he can get off to a good start. Dekking, dekking hoog houden, dekking hoog houden. Deze gast slaat wel hard. Oh. Lands a big elbow there. That's a big hook. Oh, he moved right into the kick there. A kick to the head lands, and he Oh, showed man. His susceptibility to that in fights prior. You can't lean into those power shots. Let's see if he can circle out and make the adjustments here. He went for an elbow. Connects there with the punch. Good exchange there. Oh, man. Whoa,
kick. Very nice kicks. Oh, powerful right leg kick. Caught him with a punch. Oh man, die kwam echt recht op mijn hoofd. Oh, die had ik goed ontroken. Punch coming, it's blocked. Just over 2 minutes now to go. Big punch. Oh, beautiful combination. Ja, oké, nu moet ik doorgaan. Great job landing a series of punches. Ooh. Oh, he clipped him with a nice left hook there. Ja, nu moeten we doorgaan. Oké, nee. Ja. Ik ga toch maar heel even niks doen. Want mijn stamina moet even. Half guard, backside. Sprawl. Making all these shots count. He's got half guard. Big shots. Posture up. Excellent posture. Get up. Here. Hij wil niet dat ik opsta. Full guard. Get up. Ik wil echt heel graag opstaan nu. Nice combination of strikes. Oké, de bal is me echt gered hier. Good work on the ground, last round, your opportunity looks uncomfortable there, keep up the pressure. Ja, oké. And here's a nice shot, lands perfectly. Bam. Ja, oké. De eerste ronde. We zijn weer ready om te vechten. Hij begint meteen al met een trap. Oh man. Vrienden, krijg je ook van mij een trap hoor. Oh. Nice. Started to do some really significant damage to the body here. Another strike lands there. He got hit with the left hook. Again. And he lands the roundhouse. Fainting with the punch. Big shots being landed on both sides here. Oh, die had ik mooi ontroken. Beautiful timing with the left hand. Good kick to the body. Gast. Oh man. He's clearly in pain. He's trying to hang on there. Ja, tuurlijk heb ik pijn. Oké, ik ga maar dit doen. Takedown attempt here, Joe. Daar gaat hij weer hoor. Ik ga in to the full guard. Hopelijk mag ik opstaan. Switching stances here. Under 3 minutes to go here in round two. Well, he's really picked up the pace here in round two. Much more aggressive now here and starting to find himself. Gozer, wow, hoe doet hij die trap? Just missed with the left there. Oh, big right hand, yes. Missed on the strike attempt there. His stamina has really failed him here tonight. He's got to figure out a way to preserve some energy as this fight moves forward. Look at that, right to the temple. Oh, and he lands yet another strike to the body. Pinpoint placement right underneath the elbow. Jongen, what the fuck, man? Hoe kan hij zulke goede trappen geven? Lands a nice kick. Oh, huge leg kick to that lead leg. Gaan we bijvoorbeeld de benen. Oh, hier. Working out of that southpaw stance. Now they're both throwing with power. Whoa, head kick. Nice leg kick. Oh! Body kick, look at that. He's down. Pretty good straight pump forward there, Joe. Whoa! Oh, he connected with it. Oh, no. He's doing a great job of moving and transitioning here on the ground. Ik wil naar de backside, Sprawl. Nice reversal here. Big body shot.
10 seconds to go here. Let's see what happens. Kom op, Bell, red me. Good shot to the head. What a round. Hey, stop. Dankjewel, Bell. Oké, hij is toch wel echt wat beter dan ik had verwacht. Vooral met zijn trappen. Oké, daar moet ik deze ronde echt goed op letten. You shall take your opponent down. What? Go for takedown when they miss with the striker combination. Oké, dat doe ik. Dat ga ik proberen. Oh, nee. Another beautiful strike to the body, really starting to connect at will when it comes to working the body, and especially effective doing it later in this fight. Didn't see a lot of that from him in the earlier rounds. There's a single attempt. Over and under. Trying to take the back here. Back clinch. Break. Ja, we breken hem. Well, not only has he stayed aggressive as he was in the previous round, landing a high gast of strikes, but he's also wat doet hij agressief? Maar ja, dat... ja, ik ga dit gevecht echt verliezen. Excellent movement here on the ground and half guard here making these shots count. Full guard. Backsetting. Now he's trying to pass. Backside. Sprawl. Oh, man, I love it. Excellent movement on the ground here. Always trying to better his position. Side control. Kind of side control. Oh, he gets reversed. Okay, full guard. And he's back in the guard. Big punch from the bottom. Got him in the full guard here, and he's landing some brutal strikes. Okay, ik ga opstaan. Ik wilde opstaan. Hammer fist blocked. Well, just because you're on your back doesn't mean you can't throw offense. Staying busy here. You like to see that, Joe. Strong bottom work here. Staying busy. It appears that cut is getting worse. Oh, beautifully timed and placed elbow there from top position. Ground and pound strike is true. Joe doing a nice job here, staying busy from the bottom. Full guard, ik ga in full guard. And back to full guard. Good punch. Ja, ik wil graag opstaan, want dit gaat echt niet lukken. Man, is he hurting. A finish could come here at any time. Head kick. Under a minute now to go in this one. Ja, oké. Okay. Goes in and secures the takedown. Full guard. Oké, okay, ik ga in full guard. Ik heb mijn full guard. Ik heb mijn full guard. We moeten weer opstaan. We moeten weer opstaan. Oh, nice inside leg kick. Oh, and he goes on top of the kick. They go the 15 minute distance. Oh man. Onze stamina is wel echt heel erg op. Volgens mij praat ik deze hele ronde niet, maar het komt omdat ik me echt heel erg moest concentreren. Ik ga nu wat meer commentaar proberen te geven. Continue. Oké, ja, hij heeft gewonnen. Er is nu aan het knock-out gegaan. Maar ja, hij heeft gewonnen. Ja, jammer. Ik ben echt heel veel fans verloren. Continue. Jammer, misschien dat ik het volgende gevecht beter kan doen. See that one coming, we the back. Just can leave the judges it early. You will learn. Nou, zie je, zoals ik al zei in de eerste video. Ik heb haatreacties gekregen. Tough break for Emiye. Still thinks he has potential. What's next? Back to the gym. Ja, misschien moet ik wat beter trainen. Daar zijn we weer. We hebben weer overtrained.
Dus dat we te veel hebben getraind. Dus ik heb een week overgeslagen en hij staat nu op 105 peak fitness. Dus gewoon hele goede fitness. Een hele goede stamina. Dus deze week gaan we ook even overslaan. En dan hebben we 95 moderate fitness. Less fighters with bonus. Nee. Nou, 95% is wel goed. En dan gaan we naar het gevecht. We gaan weer met blauw. Nou, laten we maar gewoon gaan beginnen. From the Prudential Center in Newark, New Jersey. Are ready to go for round one. Now, as many of you know, he lost his last fight by decision. So a lot of people fancy this young man a future title contender. So how does he respond to that type of adversity? If you talk to his corner men, they believe he will respond with flying colors. They believe he has a lot of advantages here tonight, and he can get back on the horse, back into the win column, and ideally vault his way back into contention if he can finish this opponent here tonight. Trying to hammer that lead leg. Kick. Neither guy really finding their range with much consistency here early. Good kick. He's looking for that elbow. Look at that, he's timing that jab. Inside leg kick. Mm-hmm. Oh, beautiful kick to the body there, and he just left himself wide open for that strike. Very vulnerable by leaning in, keeping the guard high to allow for an opening down low. Oké, we moeten gewoon net zoals de anderen, want het zijn drie rondes, moeten we gewoon even de rondes rustig aan beginnen. And he connects there, Joe. We moeten niet meteen te agressief, want hierna moeten we sowieso nog twee rondes. Als hij ons nog niet knock-out slaat. Tries a big hook to the head, but misses. Oh, useful, well-placed kick there. Okay, nee, daar moeten we dichtbij voor staan. Finds his range with the jab. Big right hand lands. Okay. Nice. Oh, he is just teeing off here. Oh. Okay. Nasty combinations here. Body kick, look at that. Oké, zo, onze stamina gaat weer een beetje omlaag, dus we moeten daar ook een beetje op letten. Good defense there. Ja, ik zag hem al aankomen hoor. Just misses there with the left. Nope. Oké, en hoek. Attempts a big hook to the head, but misses. Hit him hard with that hook. Big Superman punch. Oh, very nice. Als het afmaken met een trap. Oh, what a leg kick. Okay. Round two winding down. Okay. Ronde is afgelopen. We krijgen nu een tip. Your boxing is working great. Keep it up. But look for your opponent to try and take you down or tie you up in a clinch. Ja, daar moet ik wel even op letten, want dat is zo irritant. Want dat kan ik niet zo goed. Here we are, early round two. Oh. Alright, so here we go with round two. We'll see if these fighters get after it. You saw at the beginning of round one, a little bit of a feeling out process. Entertaining round, don't get me wrong. But we will see here in round two if there's an uptick in the aggression on both sides. Again, he's looking for that left. It's not there. Lands a jab. He's taking some shots now. Well, he left his body wide open. Okay, zijn blok is slecht nu. He is leaning in. I know he's got the guard high, but that means the body is exposed, and the opposition took full advantage there. Big left hand there. Oh, man. Ja, ja. This fight is dangerously close to being stopped. Nee. And he's looking for that left. Beautiful body shot. Shot there too. Nice
Hij is een goede verdediger. Oh, he lands another strike to the body. Really starting to connect on a lot of shots to the midsection. Climbing down, he has landed some good shots. Nothing really in terms of... Nou, zoals jullie zien, ik geef hem altijd eerst eentje op zijn lichaam en dan weer een beetje hoog. Het varieert een beetje in hoogte. Het moet vaak ook variëren. Oké, ja. Ja. Oké, zijn hoofd is nog. Nice defense there. Huge block. Oh, and he lands yet another strike to the body. Pinpoint placement right underneath the elbow. Oh, man. Ik zou uitkijken als ik jou was. Oké. Oh, he might be out. Oh, very nice. Oh, he got cracked. That's a good combination. Oh! Oh! He's got him right here. Ja, hebben we hem. Dat is hem hoor. Ja. We hebben hem gewonnen met een knockout. Ja. Eindelijk. Weer even een keer gewonnen. Ja man, crowd loving it. Just a gorgeous shot there to end the fight. Really just the way he drew it up. He found the opening and capitalized on it to the utmost extent. Bam. Linkerhoek. En hij is knockout. Let's see it here again. And here we see it one more time. Look at the timing in this shot. Boom. Boom. Bruce Buffer has the official decision. Ja. Ladies and gentlemen, referee Mario Amasaki is called to stop. Wie heeft er gewonnen? 4 minutes, 21 seconds of round number 2. Declaring the winner by... So there's the man of the moment, just the way he threw it up here tonight as he gets his... Ja, winner by knockout. By way of the KO, perhaps some bonus money is coming his way at the end of the night. I'm not sure. Still dat hoop ik, dat ik bonus geld krijg. At the very least, you can be sure. Stunt wobbles 4. Hij heeft gewoon niks. Nou mensen, ik heb zo net gezien dat de video ongeveer rond de 20 minuten is. Dus dit is dan het einde van mijn UFC 3 video. Aflevering 2 van de Carrier Mode. Misschien dat jullie volgende week nog een video hiervan te zien krijgen. Nou, jullie krijgen sowieso nog een video hiervan te zien. Maar ik weet niet zeker of het morgen is of volgende week. Ik zal even kijken want of ik er daar tijd voor heb. Want editen duurt best wel lang. Vooral, vooral als ik 30 minuten aan opnames heb. Dus misschien dat jullie morgen een video hebben. En misschien volgende week. Maar ik zie jullie sowieso terug bij de volgende video. Laters!